Ja, gewoon helemaal roze verkleed en gek doen en genieten. En ja, heel veel roze tegenkomen. Heel Nederland loopt uit voor de Vierdaagse. En de vraag van vandaag is, wat betekent Roze Woensdag voor jou? Ja, ik vind iedereen moet gelijk zijn, dus we dat mogen ook uitdragen. Wat betekent dat? Vrijheid, denk ik. Ja, zeker. We lopen in een roze shirtje. En het is natuurlijk ook heel fijn en belangrijk dat, dat er aandacht is voor diversiteit en inclusiviteit. Voor ons is iedereen hetzelfde. Ja. Dus vandaar dit. Het is hartstikke leuk, toch? Gezellig. Ik vind het gek. Gezelligheid, met iedereen, lekker op stap. Roze Woensdag betekent dat wij als Nederlanders aan mensen die internationaal over de wereld, waarbij homo-acceptatie nog niet zo is geaccepteerd in Nederland, dat wij dat kunnen meegeven vandaag. Ja. En ik denk dat wij dat wel kunnen doen, zo, toch? Zeker. Voor mij betekent dat gewoon de warmte van de mensen. Maakt niet uit welk gender je hebt vandaag hier in Nijmegen, dus ja, dat is mooi.